Hey YouTube, dit is Mike Romeo. En vandaag breng ik jullie een 9 tegen 9 Grand War Domination op de map. Jemen, met de PDW. En het was even wennen om te zeggen Grand War Domination. Want ik zeg eigenlijk altijd 6 tegen 6. Dit is een Grand War, je ziet het goed. En dit is een van mijn eerste Grand Wars. En hoe kom ik eraan? Hoe kom ik erbij om dit te spelen? Eigenlijk door Cannibal Island, Alice Sakria. Die man zei, hey Mike, weet je wat jij moet doen? Je moet Grand War moet je gaan spelen. En dat was ergens in de nacht dat hij dat zei. Toen hebben we even een paar games gespeeld. En toen ben ik solo gegaan omdat hij offline ging. We waren met z'n drieën. Ook nog met Ritske. En het ging zo goed. Dat ik gewoon verder ging. En deze game kwam er eigenlijk uit. En ik moet zeggen. Grand War is voor mij echt wennen. Want ik ben. Jullie weten het van me. Ik ben gewoon een 6 tegen 6. Zeg maar persoon. Dat is mijn basis. 6 tegen 6 team deathmatch. Maar ik vind team deathmatch vind ik niet zo. Met Black Ops 2. Ik weet niet. Het gaat heel snel over. En nu begin ik het. Ja, wel aan te wennen hoor. Op het begin niet. Maar ik heb wat mijn team deathmatch gameplay. Heb ik bewaard. Voorheen was het meer van, ik haalde gewoon MOABs ook met 6 tegen 6 team deathmatch. Was geen probleem. En nu struggle ik weer om een UAV te halen. Maar dat is goed gekomen. Even een slokje drinken hoor. Dat is goed gekomen. Dus ik heb nog wat gameplay heb ik klaarstaan. Maar ik ben overgestapt. Ik dacht bij mezelf, je hoeft het niet altijd vast te houden. Het is ook eens goed voor tijd voor verandering, weet je. Maar ik was bang, want ik weet met Modern Warfare 3, Ground War, was gewoon voor mij niet te doen. Was gewoon echt laggy. Dus al gauw denk je dan van dat het bijna bij elke game is. Maar ik had hier helemaal geen last. Dus ik speelde het. En kijk, deze fout die ik maak. Ik had echt niet in de gaten dat daar een tegenstand. Nu dat ik het terug zie. Dat heb je wel eens, toch? Dan speel je de game. En dan zit je zo erg in de game. En dan ben je overgeconcentreerd. En dat is wat ik was eigenlijk, weet je. Overgeconcentreerd. Dat ik die hele tegenstander niet zag. En ik spoel even die warship en die loadstad spoel ik door. Maar ik weet nog op het begin dat ik een Moab haalde. Ik ging helemaal niet voor die Moab. Ik wist dat er een Moab was. Met Modern Warfare 3. Maar ik dacht van, ja, whatever, het zal wel. En ik ging gewoon spelen. Ik deed mijn ding en ik kreeg mijn eerste Moab. Al best wel snel. Toen de game uit was, toen dacht ik, hey. En toen ben ik ervoor gegaan. En dan op een gegeven moment, de eerste paar games, dan wil je ervoor gaan. En dan lukt het helemaal niet. Of je hebt zoveel adrenaline, zeg maar. En dat je zenuwachtig wordt en fouten gaat maken. En op een gegeven moment ben je het gewend. En dan is het geen probleem meer, weet je. Dan doe je gewoon je ding. En ik had het eigenlijk. Lijkt het net alsof ik weer helemaal terug bij af ben. Ik was te gefocust eigenlijk op die 100 plus. Waar ik voor wilde gaan. Want dat is mijn missie. Om een 100 plus gameplay te laten zien. En ik weet dat ik in staat ben om dat te doen. Als die lag komt even. En die zit nu tegen. Maar sowieso, als alles oké is, als de game gefixt is, dan moet ik het makkelijk kunnen halen. Want ik was zo, ja, in mijn zone. Weet je, met Modern Warfare 3. Ik had de Moabs gewoon, maakt niet uit hoe. En vooral met 6 tegen 6 en Black Ops 2 was geen probleem. En ja, dit was even wennen. Sowieso, de game was wennen. Maar ook, die lag. Ik ga daar niet meer over praten trouwens. Maar ik voelde ik me goed. Ik maakte volledige potentie van die scuff controller. En nu heb ik dat best wel weinig. Ik sprong. Ik jumpshotte. Ik deed van alles, weet je. En nu ben ik een beetje mijn zelfvertrouwen verloren met Call of Duty. En dat ga ik echt even tegen jullie zeggen. Want ik ben gewoon eerlijk. Meestal als ik een gungevecht heb. Face-to-face, 1-op-1. Voorheen dacht ik van, geen probleem. Ik knal je. Maar nu lijkt het net alsof ik gewoon bang ben, weet je. Dat ik denk van, ik weet dat ik hem eerder zie. Ik weet dat ik eerder op hem aim en eerder schiet. En toch
gaat hij me killen. Dus ik ben nu telkens bang voor een gungevecht lijkt wel. Dus ik moet het zelfvertrouwen weer terugkrijgen. Dit stukje, stukje trouwens, je ziet het. En dat is de tweede fout die ik maakte. Ik zit al bijna over de helft. En ik heb het nu heb ik het even geknipt. En je ziet, nou heb ik niks meer. Ik zat over de helft van mijn V-set te halen. En wat gebeurt er? Ik ben bij B. Die wil ik cappen. En ik spring, eigenlijk spring ik uit het raam. En ik flikker zo naar beneden door het in het ravijn. Ik dacht, wauw, hé. Ongelooflijk. En dat was eigenlijk, dat was dik 100 plus geweest. Als ik die V-set kon halen. Ik weet gewoon zeker. Dat was echt een domme fout. Maar nogmaals. Ik maak best wel veel fouten op dit moment. In Ground War. Ik moet nog even wennen. Even adapten. Aan, soms aan de chaos. Kijken hoe ik moet lopen. Hoe ik moet spelen. Ik moet even mijn game een beetje aanpassen. En ja, zoals nu. Dan moet het goed komen, weet je. Ik moet mijn aim nog even verbeteren. Want ik ben nog niet altijd gewend aan die iron sights van sommige guns. En ik ben het vergeten. Ik moet echt volle potentie van die gun eruit halen. Soms is mijn aim echt af. Dat ik denk van wauw, hey, hoe kan dit? Ik moet echt een paar dingen moet ik verbeteren. En ik heb ze in mijn hoofd. Zoals wanneer een tegenstander komt. En je ziet hem dat je al op hem schiet. En dan draait hij zich opeens om. En dat is stom, weet je. Je moet even wachten. En dan pas op het juiste moment moet je schieten. Soms schiet ik ook. En opeens drop ik op één knie. Dan denk ik van hè? Dat wil ik geen eens, weet je. Maar dat moet ik even uit mijn spel halen. Voor de rest, niet denken aan die 100 plus. Als je aan dat soort dingen gaat denken, dan ga je niet krijgen. Net als met die Moabs, toch? Ik wilde wat zeggen. Oh ja, het was 5 december Sinterklaas. En what the fuck waren deze mensen aan het doen? Ik hoop niet dat ze aan het doen waren wat ik dacht dat ze deden. In een hoekje. Wauw, gooi jezelf weg, man. Ik heb helemaal niks gekregen voor Sinterklaas. Beetje jammer. Jullie wel? Laat me weten in de comment sectie. Oh, trouwens, ik wil jullie bedanken. Bedanken voor mijn vorige video. Ik vond die reacties echt top van jullie. En daarom, ja, echt, ik heb respect. Voor het, al die comments. Nice om te horen dat het nog steeds goede mensen met goede gedachten in Nederland zijn en die er wonen. Weet je, dus goed zo. Ik vond het goed. Sowieso bedankt weer voor die thumbs up. Ik bedank jullie te weinig eigenlijk, hè. Dit, jullie vroegen om die emblem, of ik die emblem wilde laten zien. En die ga ik binnenkort even laten zien. In mijn volgende video. Want dan heb ik het opgenomen. En dat ik die emblem heb. Ik had eigenlijk nu ook die emblem, maar ik dacht, nou, ik laat gewoon deze staan, want die vind ik leuk. Deze commentaar ging eigenlijk helemaal nergens over. Probeer gewoon 9 minuten probeer ik het in te spreken. Omdat ik meer deze gameplay wilde laten zien. En even nog wat dingen zeggen waar ik mee struggle. Het moet goed komen. Dat sowieso. Ik ga langzamerhand meer Ground War spelen binnenkort. En dan hoop ik snel. Ik hoop het. Die 100 plus te laten zien. Dit was een 88 om 5. Ik zat dicht in de buurt. Ik had er nog 12 nodig. Jammer. Maar het is niet anders. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En jullie weten wat ik ga zeggen. Oh, het sneeuwde trouwens buiten. Damn, hadden jullie al gezien? Moet maar even kijken, hé. Het is echt helemaal wit. Bedankt voor het kijken. En...